niet bij de Rembrandt ondernemersprijs. Oh, verrekt. Hier, wat jij, dit komt eraan. Hé, hey Leslie, pak je kind zo heb ze niet weg. Wees niet pas weg, hoor. Hoi. Net op tijd. Als ondernemer moet flexibel zijn en snel kunnen schakelen. 25 jaar geleden ben ik begonnen als ondernemer. Samen met mijn ouders hadden we een gemengd bedrijf met koeien, akkerbouw en zeugen. Mijn gevoel zei, ik kan nog zoveel pindakaas eten als ik wil, maar dit is niks voor Pietertje. In 1997 zijn we ons gaan specialiseren in de varkenshouderij, omdat ik hier meer marktvoordelen zag. In de varkenshouderij kun je je beter onderscheiden door voorop te lopen. Flexibiliteit is daarbij steeds het toverwoord. Consument en maatschappij maken ons of kraken ons. Daarom bouwden wij een nieuwe zeugstal met groepshuisvesting op stro. Het belangrijkste argument voor deze keuze was, als je dit de consument laat zien, hoef je niks meer uit te leggen. Onze maatschappelijke verantwoording nemen we onder andere door sponsoring van de plaatselijke korf- en voetbalclub. En we stellen ons bedrijf beschikbaar voor projecten, zoals bijvoorbeeld schoolprojecten en Big Challenge, oftewel varkenshouderij tegen kanker. Om je als ondernemer te kunnen ontwikkelen, moet je ruimte krijgen van je gezin. Ze moeten achter je staan. Ondernemen doe je samen. Hierin spelen ook mijn medewerkers een grote rol. Hun flexibiliteit geven mij rust en ruimte om te ondernemen en te ontwikkelen. In alle projecten die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, hebben we dierenwelzijn en milieu continu voorop gesteld. De dieren kregen meer ruimte, ze kregen speeltjes en ruime daglichttoetreding. Maar ook het castreren van beren, nu een hot item, zijn we al 14 jaar teruggestopt. Door warmte-terugwinning uit lucht en mest wordt veel energie bespaard. Ook zijn luchtwassers geïnstalleerd, zodat je de varkenstallen alleen nog ziet, maar niet meer ruikt. Tegelijkertijd hebben we een samenwerkingsverband voor de mestafzet gesloten met een regionale vollegronds groenteteler. Hierdoor werd de mineralenkringloop gesloten. Flexibel ondernemen kan alleen als je denkt in kansen, uitdagingen ziet in moeilijke beslissingen. We hadden een nieuw plan gemaakt voor verder ontwikkeling van ons bedrijf. Het naastgelegen champignonbedrijf vormde een belemmering door de nieuwe regelgeving. Je kunt twee dingen doen. Afwachten of je flexibel opstellen, lef tonen en overnemen. We hebben het champignonbedrijf zelfs rendabel weten te maken door deze om te bouwen voor verhuur. Een mooi voorbeeld van een flexibele ondernemer in veranderde markt. Doordat wij altijd voorop gelopen hebben in dierenwelzijn en milieu, onze succesfactoren, hebben we de keuzevrijheid in het beleveren van alle markten en concepten. Onze ambitie is om tot de meest moderne varkenshouderijen van Nederland te behoren. Altijd op zoek blijven naar nieuwe markten om zo net dat ietsje meer opbrengst te genereren. Want flexibel ondernemen in de veranderde markt is niet alleen nu belangrijk, maar ook in de toekomst.